And I fucking love you too. Met Andy de Bakker.
toch wel wordt er gemeld. Dat kan niet, dat zou 227 moeten zijn. En dat is dan Stijn en Corrie. En dat zijn de ogenblikken dan toch even meegeven. We moeten ons met de stand tegen de andere. Weet je dat ik gewoon ben? Van de laatste ronde, kijk, ze hebben achterstand van 50 seconden bij ingang van de laatste ronde. Het is achterstand 50 seconden bij ingang van de laatste ronde. En we zijn uiteraard bereid de Spurtieman daar winter in te zetten. Dus met ons inzetten die prachtige bierman, die dagoverwinning die ook vandaag meegaat. En Spurten geblazen voor David Motte. Aha, dus binnen voor de mannen van Arden. David Motte schittert eraan, maar ook heeft de groep aanwezig Spurten geblazen voor het derde termijn. Om u de uitslag dan mee te geven. U blijft achter de afsluiting tot het de groene vlag is voorbij gekomen. En de man die ook meegaat in ons wedstrijdverslag is dan Christophe Wielpaard, de man van de buurt van Lokeren. Die is dan als eerste voorbij gekomen van het achtervolgende peloton, spurtwinnaar van het pelotonnetje, of toch een groot gedeelte van het peloton net voorbij gekomen. Maar wat belangrijk is van de koplopers is het dus een man toch even meegeven. Het nummer 41 is David Motte, een komt uit de Vlaams-Brabantse Hemde. En dit is dan bingo voor het Heide Cycling Team.